verwachten. Door subtiele toespelingen merkt Patrick dus langzaam maar zeker dat Joran meer weet van de verdwijning van Natalie. Maar hij vraagt daar doelbewust niet naar. Alsof het hem niet interesseert wat het vertrouwen van Joran in hem alleen maar vergroot. In plaats daarvan biedt Patrick stiekem zijn diensten aan bij ons programma. Samen met deze Patrick wordt vanaf dat moment een strategie ontwikkeld om Joran uit te horen, om te zien of hij werkelijk niets weet of dat hij een geheim verbergt, zoals Peter vermoedt. Het blijkt dat Joran wel interesse heeft in kleine illegale activiteiten waar makkelijk geld in verdiend kan worden. Hij ziet in Patrick, die zich dus voordoet als doorgewinterde wietkweker, zijn grote voorbeeld. Het is de tweede helft van november 2007 als we besluiten om over te gaan tot een eerste verborgen cameraactie. Patrick zal hem in een speciaal door ons met verborgen camera's geprepareerde auto bij hem thuis in Arnhem oppikken. Samen zullen ze, zoals zo vaak, een beetje rondrijden, een jointje draaien en over hun plannen praten om een grote wietplantage op te zetten. We denken dat Joran zich in de auto vrijer voelt om te praten dan in een huis of kroeg, waar hij meer op zijn hoede zal zijn. Patrick zal nu voor het eerst heel voorzichtig het gesprek op Natalie Holloway proberen te brengen. Zo hebben we hem geïnstrueerd. Subtiel, want er is op dit moment niet zoveel aanleiding, omdat de zaak immers al een poosje stil ligt en Patrick het onderwerp juist steeds vermeden heeft. Het is nu dinsdag 20 november 2007. Overmorgen zal de auto volledig geprepareerd zijn en kan de eerste verborgen cameraactie beginnen. Lees het nog een keer, laat het door je hoofd spelen. Ja? Alles staat in de stijgers. Maar dan, op woensdag 21 november, gebeurt er dit. We beginnen met Joran van der Sloot, want die is opnieuw gearresteerd. Justitie zegt nieuw bewijs te hebben dat erop duidt dat hij betrokken was bij de verdwijning van het Amerikaanse meisje Natalie Holloway. En hij wordt daardoor officieel verdacht van betrokkenheid bij doodslag. Het is nu al een jaar behoorlijk stil in de zaak en uitgerekend de dag voor onze verborgen cameraactie wordt hij van zijn bed gelicht en naar Aruba gebracht. Het is alsof de duivel ermee speelt. Wat wij op dat moment niet kunnen vermoeden is dat deze arrestatie later enorm in ons voordeel zal uitpakken. Er zijn in het onderzoek op Aruba enkele nieuwe feitjes en omstandigheden aan het licht gekomen. Zo ligt er een verklaring van een vriendin van een van de twee broers Deepak en Satish. Die zouden hebben gemeld dat haar vriend de dag na de verdwijning van Natalie opvallend zenuwachtig was en een paar verdachte uitspraken had gedaan. Vanavond werd Van der Sloot opnieuw gearresteerd als verdachte in de verdwijningszaak van het Amerikaanse meisje Natalie Holloway. Deze en nog enkele andere zaken worden Joran tijdens een reeks intensieve verhoren voorgehouden. Het is een soort ultieme poging van het OM om nog eenmaal alles uit de kast te halen voordat de officiële termijn verstrijkt dat je iemand zonder zicht op een rechtszaak de status van verdachte te laten houden. En Satish. Ze hopen Joran, Deepak en Satish in de verhoren tegen elkaar te kunnen uitspelen op basis van een aantal tegenstrijdigheden in hun verklaringen. Maar tot wanhoop van de regisseurs zwijgt Joran in alle talen, beantwoordt hij geen enkele vraag en dus verandert er niets aan het dossier. Joran van der Sloot is weer vrij. Justitie op Aruba heeft te weinig... 2,5 week later is hij weer vrij man. Op vrijdag 7 december wordt Joran vrijgelaten en maakt het OM op Aruba noodgedwongen bekend dat de zaak voorlopig wordt gesloten wegens gebrek aan bewijs. Joran is nu officieel verdachte af. Tenzij er ooit nieuw bewijs opduikt natuurlijk. De relatie die Patrick met hem heeft opgebouwd is zo goed dat Joran, die voorlopig nog even bij zijn ouders op Aruba logeert, binnen een paar dagen al belt. De vrijlating heeft Jorans vertrouwen in zichzelf gesterkt. Hij klinkt triomfantelijk over de voor hem goede afloop en heeft geen goed woord over voor de politie.
Wat hij niet weet, is dat vanaf nu wij alles volgen en opnemen. Er is één instantie in het Nederlands rechtssysteem waar jij moet vertellen dat je onschuldig bent of laten zien. Snap je? Autocamine, het Nederlands rechtssysteem is hun moeten bewijzen. You're innocent until you're proven guilty. Ja, maar zo brachten ze het tegen. Nee, dat weet ik ook wel. Ik stel je nog wel wat verhalen als ik weer terug ben. Maar jongen, hier in Nederland ook, jongen. De kranten maken korte metten met ze, man. Ja. Dus ze moeten jou compenseren, snap je? Op een bizarre manier, man. 100%. Ja, toch? Ja, mijn vader zei... Hé, Tjilliki. Mocht je Pito? Pito is. Sabo, Tjilliki. Mi magnant al largo. Ja, ik ging in naar Roemen dan weer. Oké, Tjilliki. Oké, maar oké, rustig. Dit is wel een bikje, hoor. Oké. Okay. Oh, ja.